Gewone voorzitter, het is goed om erop te wijzen dat bevriende naties en internationale instellingen Suriname een warm hart toedragen. De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank zal in het komend jaar een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname via ondersteuning in de sectoren energie, onderwijs, agrarische en private sector en overheidsfinanciën. De totale bijdrage van de IDB wordt geschat op $155 miljoen. Suriname en de IDB zullen in 2016 een nieuwe samenwerkingsprogramma voor de periode 2016-2020 formuleren, afgestemd op de ontwikkelingsdoelen van Suriname. Uit de samenwerking met de Volksrepubliek China zijn schenkingsmiddelen ter waarde van 60 miljoen ter beschikking gesteld voor de bouw van 1000 woningen. Tevens is er een schenking van 4,5 miljoen euro ten behoeve van misdaadpreventie en verkeersveiligheid. Als uitvloeisel van de bilaterale samenwerking met de Verenigde Staten van Amerika is $700.000 beschikbaar voor de training van politie en brandweer. Uit de samenwerking met de Europese Commissie is voor de periode 2014-2020 een schenking van 13,8 miljoen euro's ten behoeve van de agrarische sector. Uit de samenwerking met India is een tweede kredietlijn van $50 miljoen toegezegd. In november komt het Franse ontwikkelingsagentschap AFD om een actieprogramma voor de komende 4 jaar met Suriname uit te werken. Ook de uitstekende samenwerking met de Islamic Development Bank op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg zal in dit dienstjaar worden voortgezet. De bilaterale samenwerking met Cuba en Brazilië levert al decennia lang benevens veelvuldige technische assistentie een scala aan goed opgeleide academici ten behoeve van de Surinaamse samenleving. Hoezeer wij ook de ondersteuning van bevriende landen en internationale organisaties verwelkomen en appreciëren, rust op de eerste plaats op ons en op onze kinderen de verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van dit land zelf ter hand te nemen.